Welkom allemaal namens ProRail. Welkom alle bewoners van de Pelikaanstraat. We zijn hier vandaag bij elkaar om een feestje te vieren dat de schutting er staat. Daar gaan we dan. Oh, jee. Bijna. Ik zit zo vast. Ja, daar is hij. Oké. Okay. Het is een heel democratisch kunstwerk geworden, zeg maar. Er is heel veel overleg gepleegd met de bewoners van deze straat. Bewoners is ook gevraagd actief na te denken over de invulling. En uiteindelijk kwamen we op het idee om in ieder geval het oude Hollandse aapnoodmuusconcept, zeg maar, te gebruiken. En in te vullen met een modern tintje. Dus we hebben bewoners opgeroepen werk in te zenden. En ongeveer 80 foto's daarvan zijn gebruikt in dit ontwerp. En ongeveer 400, 450 foto's heb ik uiteindelijk gebruikt. Nou, zoals je kunt zien is dit het nieuwe uitzicht geworden. We keken eerst uit op een bouwplaats. Daarna hekken eigenlijk, waar we gewoon erheen konden kijken. Nu is deze schutting hier gekomen en wij denken dat het een goede afscheiding zal zijn tussen de straat en de bouwwerkzaamheden. Waardoor wij ook een beetje het idee hebben dat er echt weer een straat gevormd is. Bouwen in een omgeving als Utrecht, maar ook voor andere projecten van ProRail, vraagt veel van de omgeving. Mensen willen graag geïnformeerd worden. Wat gebeurt er bij mij in mijn omgeving? En dat ook voor een langere periode. Dus wij doen er alles aan om de mensen zo goed mogelijk te informeren. Maar het is niet alleen informeren. We willen ook graag samen met de buurt zorgen dat de leefomgeving zo goed mogelijk blijft. En de bouwschutting waar we vandaag staan is daar een heel mooi voorbeeld van. Pelikanen naast. Ja, die mogen niet ontbreken. De pelikanen die komen steeds overal terug. Alsjeblieft.